Schut. De regering en het stikstofbeleid hebben ons dit jaar bezig gehouden. De boerenprotesten kwamen dit jaar groot in het nieuws. De boeren vroegen aandacht voor hun positie in de maatschappij. De continue wijzigende regelgeving en het algemeen gebrek aan begrip en respect voor het boerenwerk. Dit leidde tot grootschalige protesten met duizenden trekkers op de snelweg, waaronder velen naar het Malieveld in Den Haag. Ook de elektrische auto's, die flink in opmars zijn, komen onder een vergrootglas te liggen. Zijn zij werkelijk wel zo milieuvriendelijk? Of blijken dat toch de dieselauto's te zijn waar de regering een verbod op wil gaan leggen in de grote steden? Ook de Nederlandse bouw- en infraondernemers, baggeraars en hoveniers kwamen in actie met het bouwprotest. De protestactie van de bouw vroeg aandacht voor hun problemen omtrent de stikstofcrisis en het daaropvolgende beleid, met name de aangescherpte PFAS-norm. Het is ook wachten op verkeersprotesten, met de verlaging van de maximumsnelheid op de snelwegen van 130 naar 100 km per uur. Dit jaar proberen wij met onze stunt twee vliegen in één klap te slaan. Even spannend al hoor. Ja, mag maar. Wij hebben 2/3 deel van het kunstwerk De Ploegende Boer uit Liemde gehaald. Onze gedachte hierachter is dat wij uiteraard de boeren willen steunen in hun strijd. De boer hebben wij in Liemde laten staan. Zo kan men zien wat er gebeurt als de regering haar plannen doorzet. Want een boer zonder vee is een man zonder werk. En als tweede vinden wij dat de regering maar van alles wil, alleen dit vervolgens verkeerd aanpakt en de verkeerde mensen hier de dupe van gaan worden. Ja, wat zo. Vandaar dat wij het spreekwoord de ossen achter de ploeg spannen hebben aangepast naar het paard achter de ploeg spannen, wat natuurlijk inhoudt dat je de zaak verkeerd aanpakt. En zoals jullie zo kunnen zien. Is er niet met merk groot gebruik. Laat hem daar maar razen, te veel mest is op de zon. Waar koeien grazen, ligt nou eenmaal stroom. De boer